Yo, what's up, kijkers? Vandaag gaan we het hebben over het welbekende artikel 13. Wat is nu namelijk het artikel 13? Ik heb hier een artikel bij mij. Laten we nog eens op een rijtje zetten. Op 18 januari kwamen er onderhandelingen over de nieuwe EU-copyright-wetgeving abrupt tot stilstand, nadat de regeringen van de lidstaten niet in staat bleken om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen over artikel 13. Dat internetplatforms zou dwingen om de berichten van hun gebruikers te censureren met behulp van uploadfilters. Dus wat wil dat zeggen? Dat bedrijven zoals YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dat die verantwoordelijk zijn voor alles wat je erop plaatst, voor het memes, die mogen niet meer, je moet alles kunnen aantonen dat dat van u is. Bijvoorbeeld, dit is een t-shirt, ik heb die in de Primark gehaald. Ik moet kunnen aantonen dat ik die daar gehaald heb, kunnen aantonen dat dat deken hier voor mij is, dat dat bed van mij is, kunnen aantonen dat die gordijnen voor mij zijn. Je moet alles kunnen aantonen. Je moet zelfs kunnen aantonen dat deze headset, die komt er nu in beeld dat die van mij is. Ja, ik zet daar nu een micro bij. Maar ik moet kunnen aantonen dat die micro hier van mij is. Je moet kunnen aantonen dat ik met mijn haar ga doen. Ik moet kunnen aantonen dat ik naar de kapper, alleen bij welke kapper ik ben geweest. Veel van die dingen. Je moet kunnen aantonen. Je wordt veilig gesteld door YouTube. Je wordt anderen ook veilig gesteld door YouTube. Bijvoorbeeld mijn beste maat Alexie of Sven of zo van die. De meeste YouTubers zoals Sven, Alexie, Michael, Garcia. Die worden allemaal beschermd, maar ik word ook beschermd, dus dan mogen ze van mij geen content meer gebruiken en ik mag van hun geen content gebruiken. Dus uw video, als ik het zo goed begrepen heb, uw video die wordt als uw video wordt opgeüpload en dan wil iemand anders dat gebruiken, ja, wordt die video waarschijnlijk verwijderd. En ja, toen dat er nog geen Facebook was, toen dat internet nog niet volledig ingeburgerd was, zal ik maar zeggen, de wet was al van 2001 het laatste geüpdate, zal ik maar zeggen. En ja, sinds toen, want toen was YouTube er nog niet, toen was Facebook er nog niet, toen was Twitter nog niet, dus Instagram er nog niet, toen hadden ze nog geen smartphones. En sinds dat de smartphones zijn gekomen, sinds dat de camera's zijn gekomen, sinds dat YouTube er gekomen is, zijn we allemaal beginnen uploaden op YouTube. We zijn beginnen op Facebook te gaan, er zijn memes gekomen. En memes op Facebook komen, bijvoorbeeld van. Ik kan nu niet zo direct een meme in mijn gedacht houden. Je mocht. Foto's bijvoorbeeld. Als ik nu bijvoorbeeld een foto heb met een groep of met een kameraad. En ik zet die op mijn Facebook of mijn Instagram of mijn Twitter. Moet ik de personen van die. Moet de toestemming hebben van die persoon. Moet de toestemming hebben van die plaats waar die foto genomen is. Moet de toestemming hebben. Ja, ik moet van alles eigenlijk toestemming hebben. Voor de echte, wat was nu ook al zo. Ik moet toestemming hebben voor die foto online te zetten. Van die plaats. Van die persoon. En ik moet kunnen aantonen wat ik op die foto aan heb, dat dat van mij is.
En zo zit eigenlijk artikel 13 er een beetje aan te komen. In een paar jaar is het zover, artikel 13. Wat gaan we dan doen? Artikel 13, ja, het is er nu. Het komt er nu. Maar ik heb dan, kan het er niet genoeg over zeggen. Safer internet. En ja, artikel 13, dat is gewoon echt niet tof om te hebben. Ik moet kunnen aantonen dat dat van mij is. Ik moet eigenlijk alles kunnen aantonen. En paradies, ja. Ik weet niet of ik mee ga komen. Wat ik een paradies wil maken, waarschijnlijk wordt die dan verwijderd. Mijn vorige video's van op Alexi, reageer op Alexi, wordt waarschijnlijk verwijderd door YouTube zelf. Waarom? Ik heb wel de toestemming van Alexi om dat te doen, maar ik heb niet de, ja, ik heb niet eigenlijk de toestemming van YouTube voor dat te doen, en ik heb wel de toestemming van Alexi om dat te doen, want ik heb dat. Dan heb je gevraagd van, mag ik reageren op je kanaal? En je zegt van, ja, doe maar. Zeg het nu in deze video. Ik heb dat bericht spijtig nog niet meer, omdat, ja, dat bericht, of ja, dat moet ergens in de WhatsApp staan. Ik zal het nog wel eens achter zoeken. Maar nu, ja, ik heb gezegd, ik ga deze video maken, want ik heb gezegd in mijn eigen, deze video die staat er al lang aan te komen. En nu binnenkort met mijn verhuis ga ik dus minder uploaden, minder video's maken. Totdat ik vanaf verhuis ben, totdat ik er maar gesetteld ben, dat ik eigenlijk kan beter een PC, beter laptop kopen. Mijn Sony Vegas Pro 16. Sony Vegas 16 Pro. Hoe ik dat ga doen, weet ik nog niet. Allee. Ik heb een link gekregen van iemand. Voor. Ja. Ik zal jullie dan allemaal nog wel eens uitleggen. Ik kan nu nog niet te veel zeggen. Ja, ik heb eigenlijk zo een software gekregen. Een link van iemand. Ja, van een video. En daarin zat de download van die software. Misschien kunnen jullie de video wel eens zelf zien. En eigenlijk wil ik jullie nu bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zie hier net dat ik 8 wedstrijden gespeeld heb bij mijn ploeg. Het zou goed kunnen zijn dat ik er 8 heb gespeeld. Het kan goed zijn dat ik er 9 heb gespeeld. Ik zelf weet het niet meer hoeveel wedstrijden ik gespeeld heb. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik had juist een voice crack. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Het duurt bijna 10 minuten. En weer al voice crack. Het duurt bijna 10 minuten. En ja, eigenlijk, ik heb gezegd wat ik wou zeggen. En ja, hopelijk kijken jullie binnenkort terug naar mijn nieuwe video. Naar een nieuwe video. Ik was je boy Dylan. Waarschijnlijk ga ik niet meer uploaden tot als ik verhuisd ben. Maar dat zullen we nog wel zien. Like, reageer en abonneren en ja, joe!